Ik ben Joep, ik speel gitaar en ik zit in het tweede jaar van Metal Factory. Nou, ik ben dus gevraagd om voor Kraft de soundtrack te maken voor de promotie en voor de reportages. Verder heb ik de muziek bij de activiteiten ook geregeld, of ga ik nog regelen. Bijvoorbeeld bij een expositie van de patisserie af, dan hoor je mijn muziek eronder. Het is niet zo dat ik een klus krijg en dat ik dan te horen krijg, dit moet het worden. En dat ga ik maar gewoon zo op die manier doen, zeg maar. Ik probeer ook met de opdrachtgever na te denken over het eindproduct, zeg maar. Ja, ik vind sowieso dat de mensen qua creatieve sector een beetje een raar beeld hebben gekregen. Dat het niet helemaal iets is waar je geld in kan verdienen of zo. En ik denk dat ze mij heel goed kan laten zien dat het echt wel zo is. En dat het in de creatieve sector ook daadwerkelijk echt werk is. En dat kan je heel goed zien op Kraft, denk ik.